Ja. Een staande ovatie gewoon, al bij de eerste keer, hè? Nou ja. En dat is zo vroeg op de dag ook. Hoe kan het nou? Mensen zijn nog niet eens dronken. Of wel? Toch nog. Nou, als u daar op vakantie gaat, als dat een keer gebeurt als burgemeester, zo'n drukke baan, dan neemt u waarschijnlijk ook een duik hier bij de playa. Nee. En er zit natuurlijk wel weer alweer wat in het vat. Maar daar doe ik nog niet te veel uitspraken over. Nee. Ja, op een woensdag lekker gaan we wat. Ik zie hier ook een hippiemarkt, zag ik ook. Hè? Ja, het is dus woensdag in de zomer. We zijn extra open tot 11 uur 's avonds. Ja, je bent helemaal in het red. Ja, vandaag all red. Behalve mijn hakken, dat net niet. Nee. Nou, we zijn hier bij Comic Con, natuurlijk allemaal verschillende helden en zo. Maar wie heb ik hier voor mij? Roadhog van Overwatch. Waterpop. Ja. Ja. Die zaten op het gras. Op het backstage in het gras. Ja. Ja, ja, ja. Ja, goed. Backstage, dat was okay, Memory Lane. Hey, volgend jaar weer, Odie? Volgend jaar win ik hem weer. Ik weet al wat ik aantrek. Mijn favoriete zomerhit. Dat is een heel ingewikkelde naam. Geeft helemaal niks. Van die Roemenen. Ik hoorde het net toevallig bij de kapper waar ik vandaan kom. Van de... Ja, precies. Die die is leuk, hè? Die vind ik zeker heel erg leuk. Hope you like the audience here in Amsterdam. Amazing. The audience are unbelievable. Yeah, they're so welcoming and so friendly and so supportive. So it's, the response tonight was amazing. Yeah. So it's incredible. Like, and the theater's gorgeous. Ze staan voor het huisje zo. Oké. Voor het huisje ook? Kijk. Nee, ja, zij staan voor het huisje. Oh ja. Niet snoepen, hè, stiekem. Nee, zeker niet snoepen, zeg. Nee, dat heeft ze al genoeg gedaan, joh.